Hallo en welkom bij Kerbit Space Program. Bij mij is Joram. Hey Joram. Hi. Hij gaat zijn grot lachen om faalmomenten en die zullen we zeker gaan beleven. Hey Joram. Oh yeah. En Beter als je die gaat beleven. En dan gaan we ook helpen met een raket te bouwen, want ik weet er gewoon echt eigenlijk zo goed als niks vanaf. Ik heb alleen tutorial gedaan. Niet genoeg, denk ik. En er zijn zo weinig spullen. Heb ik meteen. Voor mij heb Oh, je iets fout gedaan. ja. Wacht, nieuw. Nou. Nou, die noemen we gewoon SS1. Geef. Ja, geweldig. Ja, joh. SS1. Gewoon even. Oh, dat staat ook zo geweldig. Doe er een streepje tussen. Ik kan geen hoofdletter 1. Nee. Oh, ben je dat nou? Dat was stom. Oké, verzin maar een naam, Joram. Dan ga ik even nadenken over hoe ik mijn vliegtuig raket. Kijk, ik neem aan dat deze raket gaat crashen. Ja. Crash Pilot One. Doe maar de SS Reaper. Weet je Yes. nou toch al dat hij hier langs komt? Kijk zo uit je raam en zie je denk ik zo'n raket vliegen dat je. Ja, wat. Oh, jeez. Nou, ik wil niet vast hebben. Ik wil typen. SS dat. Oh! Oké. Wat heb je gedaan? No, Jesus. Wat? Oh. Oh, die S'en. Oh, jeez. Oké, SS Reaper. Oké. Nou, wat moeten we eerst hebben? Nou, een SS module. Nou, misschien engine, dat zou ook handig zijn. Misschien. Ik dacht bijna dingen. Hoe kom je zo weinig Ja, toe? daarom. Ik vind het raar. Ik hoor veel meer dingen te hebben, inderdaad. Misschien heb ik gewoon een rare versie. Ja, dat zou kunnen. Oh, Jesus, dat kan niet goed zijn. Fuel tank. Dag, laten we sowieso beginnen met een parachute. Niemand heeft parachute nodig. Jij bent niet zo gek. Hoe niet, Ted? Misschien zit ik in career mode, maar ik heb het niet in kunnen. Shit. Ik heb het niet in kunnen schakelen ofzo, dus ik denk dat dit gewoon een rare beta-versie is. Oké, deze gaat als. Denk laatste. Ja, dit is versie 0.8.2. Ik weet niet, Joram, ik hoor je typen. Ik denk dat je het aan het opzoeken bent. Ja, inderdaad. Oh, ben ik goed. Space. Oké. Wauw, is er nou een mods voor? Het spelt me niet eens af. Nee. Oh ja, dit is zeker weten een verkeerde versie. Dus dan ga ik even naar verder zoeken. Kijk maar. Dit is Laatste versie is... Ik zou zeggen... Dat de laatste versie 0.20.2 is. Oké. En jij hebt? Ik heb 0.8.2. 0.8.2. Ja, dat is. Ja. Dat is de vierde update of zo. Ja. Yeah. Holy shit, deze zijn grote lelijk, maar wat maakt het uit? Nobody gives shit. Wauw. Het kan exploderen. So whatever. Ja, hij gaat inderdaad waarschijnlijk gewoon exploderen of zo. Nu al een heel goed vooruitzicht. I know what I'm doing. Probeer op de maan te landen, of kan dat nog niet in deze update? Even kijken. Weet niet. Ik weet niet of dat kan. Nee, je merkt het vanzelf wel. Ja, joh. Ja, dit zijn Heb je een lander? Kun je die gebruiken? Ik weet niet. Staat er nog niet in. Nee. Nou, dan kan je niet door de maan. Dan kan je alleen een beetje vliegende ruimte in. Oké, dan En dan weer terug neerstorten. ja, dan ga ik dat wel even doen.
Goed vooruitzicht. Ja, ik vond het wel. Ja, want je kan ze ook nog niet aan die dingen vastmaken, dus deze ga ik even weghalen. Is dit een decoupler? Ja, dit is een decoupler. Nou, nog één. Oké. En dan ziet er geweldig uit, Ken. Ziet er geweldig uit. Dank je. Ik denk dat dit zo stabiel is en dat dit gewoon blijft vliegen zo. Ja, ik denk dat stabiliteit nog niet in deze versie zit, dus daar heb ik geluk mee. Ik hoop het voor je. Want dit ziet er echt geweldig stabiel uit. Zo, we doen er twee. Misschien hebben we wel een mooie satelliet. Sure, sure, whatever. Hey, Joram. Ja, gewoon doen. Eens kijken. Eerst ontbranden al deze. Dan decoppelen ze. Dan is... Wat is dit? Oh my god, what the fuck? Seems legit. Wat is dit? Wat is de fuel ding? Die koppel, alles. Dat heb ik nog. Hero. Oké, seems legit. We gaan vliegen. Ja, oké. Heb je al een paar grafstenen laten maken? Voor Bill, Jebediah en Bob? Graf? Stenen. Ja. Dit ziet er echt geweldig uit, weet je. Oké, gaan we. Ik hoop niet doof te worden van... Oké, gaan we. Auw! Ik ga hem zacht zitten. Ja. None of them survived. Je had natuurlijk je parachute kunnen aandoen, of niet? Dat zeg ik. Mijn toetsenbord deed het. Dat is raar. Hij wou niet decoppelen. Hij wou helemaal niks doen. Ik dacht, oh god. Kent, zo meteen kunnen we geen testpiloot meer vinden, hoor. ik ga gewoon een nieuwe testversie zoeken. Of een nieuwe versie zoeken. En dan misschien weten ze niet meer dat ik... Die gigantische raket heb gebouwd met gigantisch veel brandstof en 3 van die mensen heb doodgemaakt en waarschijnlijk een milieuramp. Ik weet wel zeker wel zeker dat je milieuramp het veroorzaakt. Oh ja, ik zie hier ook, er staan allemaal verkeerde structural fails. Nee, meen je dat nou? Zou dat ik nou echt niet hebben gewerkt met al die shit? Relaunch! Misschien doet hij het nu wel. Wacht. Ik denk het niet! Kon je dat ding eigenlijk wel besturen? Nee. Had je wel van die bestuurdingetjes opgezet? Dat zit hier nog niet in. Oh. Ja, nou. Kijk, zoals nu ook. Ik kan niet... Oh, ja, ik doe dat. Wacht. Nee. Dit gaat fout, je zit 400 meter boven of zo. Ik red het wel. Ik red het wel. Ja. Nou, wat ik zie gebeurt. Ik was vergeten dat ik kan sturen. Hoe je nu achter dat je kan sturen? Oké, dat ga ik nog één keer doen. Stuur! Relaunch. Oké. Gaan we. Oh. Nee, hij doet het niet. Ik heb dus niet gedrukt op de... Dit doet hij gewoon allemaal automatisch, hè.
Parachute. Ik ga omhoog hoor. Oh nee. Shit. Nee. Helemaal dood. Je hebt ze weer vermoord, hè? Nee, niet. Ik heb ze vermoord, ja. Nou, ik weet al hoe ik deze aflevering ga noemen. Rockets and Firework. Het klopt allemaal. Je meent het. End flight. Ja, close. Wacht nog een keer, end flight. Oh, Jesus. Oh god. Oh fuck, ga je nou nog een keer. Maak nu een goeie met één raket of zo. Oké, wat jij wil. Probeer het. Voor de good measure zeker. Ja, die heb je ook nodig, een SAS module. Kan je tenminste vliegen, besturen. Ja, goed zo. Goed zo. Ja. Oh. Kijk, dat ziet er een stuk beter uit. Ik wist dus niet dat dat bestond. Je nu. Oké. Kijk, dat ziet er al een stuk beter. Die motor is lelijk. Oh, Jesus. Oh, sweet lord. Oké. Wacht. Oh, sweet lord. Nee, ik ken het. Nee, je moet die andere gebruiken. Waar kan ik nog meer? Yeah, hier ook. Nee, Ja, die moet je gebruiken. Die moet je daarop zetten. Op de motor. Als het goed is, dan gaat hij helemaal omhoog. Oh, niet. Wacht. Dat wil omhoog zetten. Niet goed. Kijk, we gaan een mooie raket maken. Dit is ook een decoupler. Oké. Probeer niet. Je gaat toch niet ruimte in, dus probeer het maar gewoon met nog een paar raketten erbij en dan is het goed. Oh, sweet lord. Ik heb nog niks gedaan, Joram. Sweet lord. Ja, stuur maar gewoon de ruimte in. Dit ziet er zo raar uit. Nou, nog dit even voor de stabiliteit. Dan gaan we gewoon 8 neerzetten. Ja, dit ziet er echt uit als een raket. Ja, het ziet er goed uit. Stuur maar de ruimte in. Ziet er meer uit. Wacht even, ik moet het hele fucking schema nog doen. Nee, seems legit. Je hebt ze niet allemaal dat ze allemaal op dezelfde tijd die koppelen, hè? Nee. Oké. Zie maar de ruimte in. Veel boppetje op daaien. Sorry jongens, jullie gaan dood. Nou, dan is het trauma voor de rest van hun leven. Oké. Oké, dit wordt een testsubject. Oh Jesus. Oké. Hey, ze leven weer. Bill, Jebediah en Bob zijn er weer. Ja, niemand ons houden. Dus de dood is teruggestuurd. Oké. Gaan we. Laatste rit. What the fuck? Jij was ook pushy gebruiken. Oh god. Wat in water. Oh god. Sweet Jesus. Oh, sweet Jesus. What the fuck? Oh. Ik wil niet veel zeggen, maar ging beter dan eerst. Oké, dank je. Ik weet niet wat er net gebeurde. Nou, er was een grote explosie en toen ging alles kaboom. Dan kijk ik het zo, ze leven nog. Ja. Ze zijn net niet verdronken. Mm. Nou, dit wordt... Ik ga het hier ophouden. Ik ga hier ophouden. Ja, en ik ga een betere update zoeken. Ja, laat staan. Ja, schijnbaar heeft iets in je stack track coupler de engine beschadigd. En die heeft toen boom gedaan. En toen deed alles kaboom en toen, nou ja, toen schoot de rest weg. Oh, ik weet al wat het is. Hier al die wings. Waarom zitten die wings? Nou, laat maar. Dus dit zijn weglaten. Die engines. Dit zijn de fuel. Of die dat niet? Dit is een decoupler. Ja, die moet dus niet meteen decoupelen. Ja, ze willen graag terug naar familie. Laat ze leven. Sweet Jesus, let them live. Dit zijn... Deze moet... Hier naartoe. Deze ook.
Oké, nu klopt hij als het goed is. Nog een keer. Er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Oh shit. Ik snap niet hoe ze nog steeds kunnen leven. Uitermate veel geluk. Ja, ik denk het. Nou ja, dat was Oké, laten we het noemen dat dit een aankondiging is dat we Kerbal Space Program gaan spelen. Aankondiging was een massamoord. Dat weten we niet. Zal ze nadenken. Ik weet het. Denk na, mensen. Dit is massamoord. Laag hem aan. Laag hem aan. Kijk of ze... Wacht, kunnen we toch uit... Nee, dat zit hier ook nog niet in, dat ze uit kunnen stappen. Dat zou wel geniaal zijn. Ja, ja, ik denk niet dat nog... Ja, oh, weet je wat de fuck dat? Bungee Jip. Waaah. Nou ja, doei. Sweet Jesus. Wat? Dat was gewoon echt uitermate slecht raket testen. Ja. Yeah. Ja, dat klopt.